Ik denk niet eens dat ik er wat in ga doen, maar just to be exclusive, weet je wel. Je bent hertog, be exclusive, get the kluisje. Hey mensen van Altijd Compilaties, welkom bij een nieuwe Kingdom video. En vandaag laat ik jullie weer een deel van het dagelijkse Kingdom 2 zien. In Tilivia... gaan wij weer verder waar we gebleven waren. Natuurlijk is Tilivia mijn hometown. En ik denk dat ik ongeveer één keer in de week of zo een klein Kingdom videootje ga doen. Als er veel te zien is die lang. Als er weinig te zien is die wat korter. Dus ik ga jullie eerst even brengen naar het is heel erg laggy op de span. Ik zweer, ik run normaal gewoon normale FPS. Maar hier is het een beetje dramatisch. Het metrostation van Tilivia wordt gefixt. Het is aan de gang. Officieel is het aan de gang. Dit is daar. Ik kan er niet heel veel cools meer aan toevoegen. Het is gewoon een metro-rails. Ik snap eigenlijk niet hoe we aan die rails komen. Nou ja, boeien. Het zal wel, weet je. Hetgene wat ik jullie graag wil laten zien is... er is een heel groot, zeg maar, kluizencomplex of zoiets. Is gebouwd door Mark. En dat is echt cool. Dat is echt vet. Het is een soort van grote bank. Maar dan, zeg maar, alleen maar het kluizengedeelte. Het moet heel erg skeer hier zo naar beneden. Omdat er nog niet officieel een trap voor naar beneden is. Dus we moeten het een beetje doen met de dingen die er zijn, ATM. Of dit is het. Ik weet het niet of dit het is. Maar zoals jullie een keer misschien hadden gezien... Hier beneden was alles helemaal hol uitgegraven. En dit is voor het eerst dat ik het ga aanschouwen. Dus dit is vet. Ik hou altijd zo erg van die kandelaren. Dat vind ik altijd zo vet. Geeft altijd zo'n cool gevoel. Maar dit is zeg maar de centrale hal volgens mij ervoor. Nou kijk, daar beneden zijn dus de kluizen. Dit is dus een beetje de centrale hal ervoor. En dat is eigenlijk, ik weet niet wat daar komt, ik weet niet wat daar komt, ik weet het allemaal niet. Het is allemaal, uit de losse pols is het gesmeden, dus je moet het maar doen met wat je krijgt, hè. dan kom je hier in, bij de kluisjes. Dit zijn allemaal beschermde kluisjes, hier kan je niet bij als speler. Je kan niet gegriefd worden, niks. En deze kluisjes hou je voor altijd. Dit zijn volgens mij 2, 4. Dit zijn 8 exclusieve kluisjes. Die kan je maar één keer kopen. En dan heb je dat kluisje voor altijd. Er komen er ook niet meer van deze. Dit zijn, zoals ik al zei, het zijn exclusief. Dus Kaiboy heeft er eentje, Mark heeft er eentje, Stefan heeft er eentje, Jan heeft er eentje en ik heb er eentje. Ik zei, ja, geef mij maar een kluisje aan de andere kant, boeit me echt vrij weinig. Want ik denk niet eens dat ik er wat in ga doen, maar just to be exclusive, weet je wel. Je bent hertog, be exclusive, get the kluisje. Dan is er nog iemand, ja, die heeft dus, die heeft een kluisje gekocht voor... 100 diablocks. En dat is meneertje Tim Groenewold. Zijn kluisjes zijn... ja, wauw. Dat vind ik echt... als iemand zo rijk is in je kingdom, dan is dat wel echt super vet. Aangezien jouw... ja, je hebt gewoon een rijke kingdom. Maar dat is te lief, ja. Ja, te lief, ja. En dan dit. Ik weet niet wat hier komt. Ik denk iets van een trade safe. Of dat komt boven. Ik weet het niet. Als je hier dus naar beneden... Ja, dit zijn allemaal dingen. Deze kluis zijn 100 diablocks per stuk. En, ja, mensen doen het dus echt, hè. Zoals je er zag. Zijn echt wel meerdere mensen met 100 diablocks. En dit zijn normale kluisjes. Dit zijn gewoon kluis voor 1 diablok. En dan heb je hem voor altijd. En elke zaterdag kan je volgens mij iets erin of eruit laten halen. Dus dit zijn alle verschillende kluisjes. Bla, bla, bla. En dus elke actieve speler die heeft bijna wel zo'n kluisje. We hebben best wel, ja kijk, dit zijn allemaal kluisjes van mensen die best wel vaak spelen. Dus die kopen dan een kluisje en dan kunnen ze wat extra shit erin doen. Ik weet niet wat ze er precies in hebben. Kijk even een beetje random, ja die hebben bijvoorbeeld niks in. Een Yvinius Golden Scepter en een brugwachter wapenstok. wat droog. ja, dat is het eigenlijk voor de kluisjes gedeelte. Ik weet niet zeker of we nog wat hebben. Ik weet ook niet. Ik ben
de hele tijd heel even wat minder Kingdom, aangezien er wat dingetjes zijn die niet per se hier besproken hoeven worden in deze video. Maar daarom, ik weet niet heel veel, ik probeer ermee te zeggen van dat ik niet heel veel af weet van elke situatie die er allemaal zijn gebeurd en wat er allemaal gebeurt en zo. Dus daarom is dit wat ik weet. Wat ik trouwens ook mee bezig ben, ik ben bezig met mijn eigen stad met, samen met Kai. En die komt op het Zuidereiland van ons, komt de stad, onze stad. We weten nog niet hoe die gaat heten, we hebben wel hele toffe designs ervoor die we nog niet gaan laten zien. Ik ga het gewoon bouwen, of wij gaan het gewoon bouwen en dan zal je telkens wel een stukje ervan zien. En Stefan is ook bezig met Actian, met zijn stad op het Oosteiland. En er worden nog wat los dorpjes gebouwd. En dat zal ik wel een keer laten zien aan jullie in volgende Kingdom video's. Jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat alsjeblieft een like achter als jij een echte Kingdom kijker bent. En dan zie ik jou in de volgende Kingdom video. Peace. Ik ga wel gewoon cheerleader voor jullie, jongens. Ik kan toch niks doen. Hier. Die vind ik leuk. Jongens, ik ga cheerleaden. Ik ga gewoon hier staan. En ik ga alleen maar...